Oh nee, Koos. Ik ben ja. fucked. Je hebt niet gerecord. Jawel. Oh. Ik ben niet bij jou in de buurt, dus ik word heel teruggezet. Oh, en ik zit fuck. Nu in het water en ik kom er weggelopen op af! Nee! Niet doen! 140... Nou, je ziet toch oh, wow. zo'n heel ding uitsteken. What the fuck? Dat lijkt inderdaad op een aap. Harambe! 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 Nee. Jawel! Dit is Harambe! Hallo kijkers van Gods Games. Hier zijn we weer met een nieuwe ARK episode. En vandaag hadden we beloofd om te gaan varen met onze boot. Hoi Koos! Hallo! Nou, laten we dan maar gaan beginnen. We zouden eigenlijk een naam van iemand op een dier gaan zetten. Maar aangezien we ook een boot hebben, kunnen we net zo goed een boot een naam geven van iemand. En ik zag in de reactie staan Nigel. Dus Nigel, jij bent onze boot en jij gaat ons vervoeren. Nou, we zouden naar het eiland gaan hier onderin. Zoals je kunt zien waar bij mij nu basis staat. Dat staat er nog van een oude map. Maar goed, dat geeft in ieder geval aan waar we naartoe gaan. En ja, ga jij varen of moet ik gaan varen? Ga jij maar varen. Ik ga wel varen. Even kijken hoor. Dan Als je maar niet doorvaart, mocht ik eraf glitchen. Ja, gewoon rechtdoor toch? Want daar zie rechts ik... zo die gaat. Ja, rechts zo die gaat. Dan zien we allemaal haaien onder ons straks. En ja, gekke vissen. Oh. Ik heb echt geen zin om te... Dan raak je gewoon in paniek als je gewoon tussen al die haaien zit. En je bent zo machteloos. Ja, echt hoor. Maar kijk, als we scuba gear hebben, dan kun je er nog wel redelijk doorheen zwemmen. Ja, maar... Oké, gewoon langs zwemmen, dat maakt niet uit. Ik zie hier al haaien onder ons. Ja, val er maar niet in, want dan... Nee. Dat kunnen we... doe ik niet vrijwillig. Dan kan ik dadelijk naar het bed toe zwemmen. Dat gebied is trouwens wel vies groot. Dat is, ja. Het ziet er kunnen we er hier tussendoor of moet ik hier omheen? Ja. We gaan er gewoon rechts tussendoor, denk ik. Ja, het ziet er... Maar we weten eigenlijk ook niet of we overal op dat stuk kunnen. Want we zijn er nog nooit geweest. Nee, precies. Want sinds dat wij deze map zijn gestart eigenlijk... Is heel raar. Sinds toen is dit ook veranderd. Ja. Hey, in Spanje. Hij speelde het echt toen het net uitkwam, deze map. En uiteindelijk, een paar weken terug misschien... Hebben ze dat hele onderste stuk gewoon nieuw erbij gegooid. Ja, ik vind het heel raar. Maar ook gewoon de hele dat structuur. Het een nieuwe biome had. Gewoon echt hele nieuwe biome ook. Maar volgens mij is de hele map ook een beetje veranderd. Is alles een beetje anders geplaatst. Ja, opgeschoven heb ik het idee. Want al mijn markers kloppen niet meer. Nee, inderdaad. Ze hebben de hele map gewoon... Want mijn marker die staat ook op dat nieuwe gebied. Nou ja, en ik ben er nog echt nooit geweest. Eerst in het midden en nu niet meer. Dat hele lava eiland is nu ook niet meer zwart. Dat was dus zwart op je map. Ja, met klopt. Met een beetje rode zooi. Ik zie daar al hele hoge bomen in ieder geval. Ja, met verder kijken. Wat zit hier nou voor klein eilandje? Of klein... Wat ligt hier nou in het water? Koraalrift of zo. Ja. Het is allemaal koraal dat. Dat steekt alleen uit. Dat hoort volgens mij niet echt. Volgens heel. Mij hoort dat ook niet, nee. Maar ik ben niet de maker van het spel en ik heb weinig verstand van koraal. Dus ik ga er niet... ik ga er maar niks over zeggen. Nee, inderdaad. Dat maar, het, daar zie ik ook weer een lootbeam. En die kunnen we denk ik wel pakken. Ja, als die kunnen zeker wel. Als het niet in het water zit ook. Ja, en als ze niet echt... Nee, het zit niet in het water, maar als er niet gekke beesten op dat eiland maar, zitten. Zie jij dat daar ook links? Ik zie daar allemaal glinsterende dingen. Ja, dat is ook een berg. Maar als ik met mijn verrekijker erop kijk, dan zie ik het niet. Nee, maar, volgens mij is dat een, hoort dat een beetje een soort van achtergrond... skybox of zo. Ja, ik denk het, want het staat niet op de map. Nee. Even kijken hoor. Ja. Oh, volgens mij zit hij wel op het eilandje. Ja, hij zit op het eiland. Ik zie daar, hem staan. Daar zit, in de verte zit ook nog een groene. Ja, kunnen we groen ook pakken? Groen kunnen we volgens mij zelf 15, toch? Kunnen we horen wel te kunnen pakken. En blauw was 25, dacht ik. Ja, en die kunnen we nog net niet pakken. Nee, net niet. Nog één leveltje voor mij en dan kunnen we hem wel pakken. Maar ja, dan stop ik even hier op het aan de kust. We hebben een beam. De eerste beam van de... Die we gaan collecten volgens mij. Ook schrok met dood. Ik dacht er zit een megalodon, maar dat kan natuurlijk niet. En zo om diep water was gewoon een dolfijntje. Nou, het kan wel trouwens. Die megalodons die liggen soms bijna op de kust. Ja, maar dat is... Ja, eigenlijk hoort het maar... niet. Nee. Het zit alleen maar wat crafting
materials in, voor de rest niks. Dus stoppen we lekker even in een van onze kistjes. Oh kijk, hier zit ook dat eiland met die doodshoofd. Die dood... Oh... Lol, dus hier zaten wij eerst met de base. En dit zit er nu achter. Is hij nou ook veranderd? Hij ziet er heel anders uit. Ja, hij ziet er wel... een beetje anders uit eigenlijk. Daarbinnen zat wel allemaal obsidian en weet ik veel wat. En metalen en... Je hebt weer een megalodon met alleen zijn vin uit het water. Ja, wat ik zie? Helemaal daar op die berg zie ik een soort... gebouw. Gebouw? Achter. Ja, ik zie daar gebouwen, ruïnes. Heb je een verrekijker bij je? Ja. Ga eens vanuit de boot. Oké. Moet je even kijken waar ik naartoe kijk. Daarboven op die berg zie ik allemaal een soort daken... achtig iets. Zie je dat? Oh ja, what the fuck? Holy shit! Lijkt hem wel een beetje Chineesachtig met die daken. Inderdaad. Er zit wel wat. Er zit wel wat. Oh, maar geen idee wat even er mijn spijkles uitzet, maar... Nou, we zijn er bijna. What the fuck? Er staan gewoon... Dat heb ik nog nooit eerder gezien, want de ruïnes, dat waren de eerste... beetje ingespande soort van plekken die al voorgebouwd waren, als het ware. Ja, structuren gewoon. En nu zien we ook dat andere. What the fuck? Lijkt wel een soort gebroken basis of zo. Ja, maar ja... Er kan niemand op deze server, dus dit is echt gespand. Zekers. Ja, we hebben dat soort gebouwen hebben we ook niet, dus... Nee, klopt. Je kan ook niet in die stijl bouwen, dat is waar. En is dat nou een aap in die berg? Wat? Nou, je ziet toch zo'n ding uitsteken. What the fuck? Dat lijkt inderdaad op een aap. Harambe! 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 Nee. Jawel! Dit is Harambe! Nee. What the fuck? Wacht, dit wil ik even... Harambe tribute. Ja, gek, dat is gewoon het hoofd van een aap of zo. Gorilla. What the fuck? Harambe is real. Harambe. Hè? Tuurlijk is hij real. Ja, maar ook een ark. Hij bestaat dus ook gewoon in ark. Dit is gewoon de Harambe tribute map. Volgens mij hebben ze ook een Harambe bos in ark. Ik zag altijd zo'n King Kong een bos. Dat is gewoon een Harambe. What the fuck? Dat viel me helemaal niet op in eerste instantie. Ja, ik zat te kijken, want jij zit natuurlijk die boot te besturen. En ik zat echt te kijken van... Wat is dat voor een raar uitstekende rots dan? Lijkt totaal niet op een berg. En dat is een mooie, ronde... Maar wacht even. Kale glimbal. Dat die huisjes daar, die zo gebouwd zijn... Ja. En die aap. Heb jij de film King Kong gezien? Ik heb het gezien, maar het is wel heel lang geleden. Daar hadden ze wel in de jungle ergens, hadden ze allemaal van die gekke zelfgebouwde shit, toch? Van die stam hadden ze toch? Van die stamhuisjes en zo. Misschien is het daar wel op gebaseerd. Het zou eens kunnen, het zou best wel inspiratie zijn voor over een orkspel. Want in die King Kong films hadden ze ook van die grote beesten, T-rexen en grote insecten, weet ik veel. Ja, precies. En wat zie ik daar nou? Ik zie een vogel. Een vogel? Paleo... Ik zie het. Kijk, zie je hem niet? Daar rechts. Oh ja! Een Pelagornis. Level 120. Oh, hier voor ons ook iets. Ja, dat is er nog één. En hier zit nog één. Oh! Oh, ze zijn toch niet vijandig? Volgens mij niet. Ja. Nee. What the fuck? Zijn nieuwe vogels. Pelagornis. Dit is ook voor ons een heel nieuw avontuur. Ja, joh. Nou, we gaan eerst even naar de beam, voordat die... weg is. Ik weet niet hoe lang dat zo'n ding blijft, maar... Kan ze op je schouder? Een Pelagornis. Hey, deze is level 135. Oh shit. Maar die bomen zijn ook gigantisch. Ja, ik wilde zo wel even eentje omhakken. Kijken hoeveel hout je daar nou van krijgt. Hè? Als ik Art goed ken, dan denk ik dat het gewoon hetzelfde is. Ja! Hetzelfde met die rotsen. Oh, er zit hier ook nog een mega... Oh, ik wou net zeggen, had hij nou de naam Nigel? Oh shit, er spant opeens texture in. Kijk dan. Ja. Leg hier zo'n gekke boomstronk. En die waterval zie ik nu even een stuk beter daarom. Ja, inderdaad, what the fuck. We moeten wel goed onthouden waar we onze boot neer gaan zetten natuurlijk. Even kijken, want ik wilde bijna het water in springen. Hey, er zit daar nog een nieuw beest of zo. Dan?
Nee, die Diplo die kende we. Oh, toch? Die Diplodocus, ja, die kenden we wel. Waar gaan we de boot ongeveer neerzetten? Want... Meer de kust op, want het is hier nog diep. Ja, nee, maar ik bedoel, er zitten hier allemaal gekke monsters. Volgens mij vallen ze de boot niet aan, hoor. Nee, de boot niet, maar... Oké, we zijn hier aangekomen. Er ziet er ook mooi uit. Hé, hey, een ladder, een hatch frame en een blueprint. Een blueprint hoeven we niet. Zo. Holy shit, gek. Nou, je kan je... Oh, kijk uit, Carno. Ja, Carno. Gaan we even met een boogje omheen. Volgens mij kon je ook boomhutten maken tegenwoordig, of niet? Ik weet het niet. Dan zou dit een ideale plek zijn. Nou, zullen we even kijken of we die boom om kunnen hakken? Ja, eens even zien. Ik ben wel benieuwd of dat kan. Ik denk het wel. Het zou toch wel moeten. Zo, wow, deze boom ziet er wel eigenlijk best vet uit. Nee. Oh, weg! Red. Oh shit! Nee! Steen op, ga steen op. Ik probeer weg te rennen. Ik heb er één geschoten. Oh nee, shit. Dat niet echt te ver. Ga steen op! Ja, ik... Waar ben je? Ik ben bij het water, ik... Kill hem. Oh, ik ben safe. Oké. Okay. Tenminste, half. Ah ja, ze gaan op de Diplo. Oh. Diplo. Ik heb echt 1 HP of zo. Nice. Nou, je hebt toch vlees bij je, dus je kan wel wat... Ja, alleen ik ben onderkoeld. Oh, ik heb het ook koud, ja. Ja, het wordt nu ook nacht. Maar volgens mij is dit geen... vriendelijk terrein. Ik moet campfire hebben. Ik ga die Diplo schieten. Misschien krijg ik er XP voor. Stone, flint, wood, and thatch. Hebben we flint? Nee, we hebben waarschijnlijk geen flint op de boot. Jawel. Ik had het opgepakt. Maar ik weet niet of ik het nog in mijn inventory of in de kist heb gedaan. Ik heb het. Nice. Kampvuur maken. Oké, okay, dip. Oh nee, ik heb niet de winning. Holy shit, gek. We worden gelijk gerust door 2 van die gekke terrorbirds. Krijg je nou hout van die boom? Nee, kon niet kappen. Nee, ik zie het. Nee, ik krijg er ook geen hout van. Nou, dat is jammer. Mist zo. Het. Saved. Maar kan ik deze wel om... Oh, er komt een Carno op je af. Houston. Even een probleem. Hij komt nu op mij af. Komt goed. Auw. Ah! Ik zwem al. Ik blijf gewoon net zo lang onder water totdat mijn adem zegt... dit doen we niet meer. Oké, ja. En nu? Kan je nog weg? Nee. Dylan. Nee, onze chest. Oh my god. Oké. Ja, daar heb ik gelukkig net... Kom maar aaien op me af! Oh shit! Koos! Wat? De Carno op me af. Ja, ik ben... Ja. Oh my god. En nu? We hebben zeker geen bed. Kan ik een bed maken? Ik respawn niet totdat jij... Misschien een bed kan maken. Nee, daar hebben we nooit genoeg supplies voor hier. Had ik geen hide in de chest gedaan? Nope. Ik denk dat dit een enkeltje terug is naar ons eiland. Daar ben ik bang voor van wel. Ik kom met Nigel die kant op. Ik had nooit verwacht dat dit zo... Ik ga het wel even anders doen, mensen, om een beetje van jullie tijd te besparen. Ik zet heel even de opname uit en dan komen we jullie terug als ik weer bij het land ben. Want anders gaat het weer zo lang een bootreis duren. Oh nee, Koos. Ik ben fucked. Je hebt niet gerecord. Jawel. Oh. Ik ben niet bij jou in de buurt, dus ik word heel teruggezet. Oh, en ik zit nu in het water en ik kom er weggelopen op af. Nee! Niet doen! 100 vi- Nee! Ben je dit? Ik was net niet op tijd met respannen. Oké, nou rip. Goed mensen, zoals je ziet, we zijn weer bij het huis. We zijn allebei in onze onderbroek. Want ja. Al onze kleding was kapot en weg. Dat ligt allemaal daar bij dat grote eiland. Ja. We hebben het denk ik iets onderschat. Tenminste, we wisten niet wat er zou zitten natuurlijk.
En toen we daar aankwamen, de hele kust zat vol met megalodons, Carno's op het eiland. En ja, helaas heeft de Carno ook een van onze kisten kapot gegeten. Ja. En mijn lichaam. Ja, en jouw spullen. Lichaam en de spullen. En dus wat betekent het? We moeten weer steen gaan verzamelen door middel van het oprapen van steentjes. Want we hebben geen steen meer, die hadden we allemaal meegenomen. Volgens mij zit er nog een heel klein beetje in deze kist, maar... Ja. 67. Oh, dat betekent in ieder geval dat we een ex terug kunnen maken. En dan horen we een leuk deuntje op de achtergrond. Ja. Yeah. Dat is de telefoon van Koos. Maar ja, dat... Ja, we moeten dus weer eventjes een beetje supplies gaan verzamelen en ja. Ja. We spullen mijn boog. Nou, oh. Maak zo wel weer een nieuwe. Ja, we hebben zo allemaal wel weer nieuwe spullen, daar niet van. Maar ik denk toch wel dat het verstandig is dat wij die spulletjes, zeg maar, eventjes gewoon offscreen een keer terug verzamelen. En dan de volgende aflevering dat we dan gewoon alles weer hebben. Of niet? Zekers. Want ja, anders moeten jullie net weer een hele aflevering gaan zitten kijken hoe wij spullen aan het verzamelen zijn. En ja, ik weet niet of jullie dat leuk vinden. Dat is ook aan jullie. Dat kunnen jullie achterlaten in deze video natuurlijk. In de reacties. Aan de positieve kant, Nigel heeft het overleefd. Ja, Nigel heeft het overleefd. Onze boot staat hier weer. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Kunnen we in ieder geval nog een keertje weer de andere kant op varen. Of ja. Dus we kunnen Nigel gewoon nog voortaan gebruiken. Ja, precies. En ik denk dat het verstandig is om pas terug te gaan naar het eiland zodra we allebei een pteranodon hebben met een zadel, ja. Met een zadel, inderdaad. Want, weet je, in de lucht kunnen al die beesten ons niks maken, dus, ja. En je hebt de barrel roll. Ja, je hebt de barrel roll om dingen af te maken, dus dat zou wel goed komen. Veel veiliger en, ja. Ja, Oh, het Dillo, ik ben machteloos nu. Oh, nee. Nee. Ik ga... Oh, wacht. Hij rent weg. Hoe ver ben jij nu eigenlijk in je level? Oh, ben je level. Bijna 24, 25? Ik zal eens even level up doen. Health. Ik ben 25. 25? Ik ben 25, yes. Nice. Dus dat betekent... Metal tools eigenlijk, toch? Even kijken. Level 25, dan moeten we... Ik kan... Metal tools. Dacht ik. Ja, ik kan hier metal tools inderdaad. Een pike, een metal pickaxe. Even heel schouw die forge neerzetten. Ja, we hebben hier een forge. Die hebben we vorige aflevering al gemaakt volgens mij. Ja. En die gaan we eens even... Waar gaan we die neerzetten? We hebben zo'n klein huisje. Oh, wacht. Hier. Klein huis. Hoppakee. Hoppa, past. Past precies. We hadden ook nog wat metal. Ja, hier in deze chest volgens mij. Ik heb hier ook nog twee. Oh, gewoon. Gooi weer er gelijk in. Even een stapeltje hout erbij in en light fire. Hoppakee. Ja, ik heb nu... Oh, ja, jij had hout. Ja, ik had nog hout over. Oh, dat was wel het laatste hout. Ik ga nu toch wel even wat meer hout hakken alvast. Ja, ik moet even iets hebben voor een headset of iets. Ja, ik ben nu flint aan het verzamelen, want ik kan geen headset maken. En ik heb een headset. Ik heb flint. Een voor jou. Oh. Snel. Cancel het. Ah, het gaat. Even kijken, ik moet alleen Thatch hebben. Hebben we dat hier nog? Ja, ik heb ook nog Thatch. Niet veel, maar... Best wel wat verzameld nog. Craft, en kan ik nou nog een axe maken? Nee. Heb ik überhaupt axe wel geleerd? Rapen misschien. Ja, moet wel. Oh ja, hier. Thatch moet ik weer hebben. Zit hier nog wat in? Ja, hier zit zat Thatch in. Hoppakee. Ik heb ook... Moet ik voor jou ook nog maken of had jij ze zelf gedaan? Nee, ik heb zelf mijn tools. Maar geen metal. Oh. Oh. Oké. Wat? Nee, mijn arc minimaliseerde opeens en ging weer terug. Ik weet niet. Oh, dat is raar. Even kijken. Ik heb nu alle tools. We hebben nu... Ja, heb je metal of niet? Nee, ik heb nog geen metal, maar... Ik heb wat hout. Ik zal voor de zekerheid nog even pakken. Oh, ik moet even drukken. Ja, dat duurt zo. Nog even. Hoeveel heb je nodig? Geval... Nee, er zit genoeg in. Voor wat? Voor metal, Jij moet het weten, jij bent 25. Ja, even kijken hoor. Volgens mij niet veel. Volgens mij was er speer 10. Ik zal ze even leren allemaal en dan ga ik tools even kijken. Volgens mij maar 3 tot 5 of zo.
Dat is niet veel. Heb ik ze nou geleerd of niet? Nee, ja, ik heb ze geleerd. Even kijken. En dan metal. Oh ja, dat moet natuurlijk... dat kan niet vanuit de inventory, toch? Nee. Dan moeten we Smitty voor hebben. Kun je Smitty leren? Even kijken, Smitty. Ja, die kan ik leren. Hadden we daar ongebakken metaal voor nodig, of niet? Voor de Smitty... Nee, Metal Ignite 5. Oh, nou, die hebben we. Stone 50, Wood 30 en Hide 20. Mag ik even langs, mijn beste? Tuurlijk mag jij er langs. Oké. Hides hebben we zat, Stone kunnen we zo verzamelen. Ja, oh, de trike zit ook nog een beetje oud, 83. Oh ja, tuurlijk, van het gewoon besjes verzamelen, ja. En tegen de dan sla je een keer tegen een boom aan en dan. Ja, voor de rest moeten we sowieso nog wat meer steen hebben. Ja. Ja, we moeten nu alweer heel ver lopen voordat de steen terugkomt. Yep. Even kijken, waar zitten we al helemaal? Jezus. Maar onze progressie hoort nu wel wat te versnellen met de nieuwe tools, gelukkig. Ja, we moeten ze zo nog wel even spullen maken, terugkrijgen natuurlijk. Zal niet al te lang duren als we eenmaal de eerste paar tools hebben. Nee, precies. Als we dan gaat het echt wel veel sneller trouwens. Heel alleen snel. Het probleem is dat hier niet zo gauw wat terugspant. Nee, ik weet het, maar ik ben nu bezig met dat metaal bovenaan het hakken. Dus kunnen we even de tools alvast maken. Ja, en dan kunnen we gewoon wel wat verder rennen, want met stone en zo, ja. En dan de trike gewoon meenemen. Worden we dan nog aangevallen, kunnen we de trike inzetten. Yep. En de trike kan lekker wat dragen. Ja, precies. Even kijken, dus ik heb weer 62 stone verzameld, dus dat is genoeg stone voor de smithy. Als het goed is heb ik nu alles. En als we de smithy dan hebben, dan kunnen we de tool straks uiteindelijk maken. Even kijken. Ja, de ignits zijn ook al klaar. Nou, hoeveel dus had je nou nodig voor die tools? Of, oh, dat kon je niet zien, hè? Jawel, ik heb genoeg voor de tools. Je hebt, even kijken. Nee, wacht, dat kan ik niet zien. Dat zijn normale tools, jezus. Ik moet alleen wat meer hout nog. Trike moet je even kijken dan. En nu heb ik nog wat hides nodig. Ik wil ook even wat besjes uit die trike halen. Ja. Ik kan nu een smithy maken. Zo. Even kijken, we hebben de smithy. Zo. Dus dan moeten we ook daar... Ja, maakt het heel erg uit als ik die buiten zet? Nee. Voor mij niet, maakt mij niet uit. Want we hebben niet echt ruimte meer in ons huis. Dus... Jij bent meneer de architect. Ja, we gaan later toch nog uitbreiden. Alleen, oh wacht, nee, hij moet op een foundation staan. Kan je niet een foundation buiten zetten? Oh jee. Is waarschijnlijk Wil je die Dillo eens aan de kant halen? Nou, Mo. Mo, ga eens aan de kant. Mo moet even hierheen. Zo, Mo, kom maar. Ja, hij gaat aan de kant. Nou ja, aan de half. Kant genoeg? Nee, nog niet. Hij moet meer naar... naar de kant van... Echt, heb ik het gevoel. Ik sta best ver weg. Komt hij? Ja, hij komt. Oké. Waarom kan ik hem nou net niet tussen plaatsen? Weet ik niet. Hij moet best wel ver van de muur afstaan, hè? Oh. Dat is heel raar bij een smithy. Zo, dan staat hij zo wel prima. Even kijken. Dan nu de weapons. Melee. Oh ja, ik had nog even... ik heb nodig 8 metal ingots per tool. Oh nee, voor de pickaxe? De axe is 8, de pickaxe is 1 en de pike is... Ja, what the fuck? En dan een hatchet 8. Een hatchet 8 en de pike 10. Wat? Ja, die pike is volledig van metal, maar die hatchet snap ik niet echt. Nee. Dan moeten we in ieder geval nog wat meer metal gaan verzamelen. Denk ik, want we hebben hier nu nog 10 in zitten en ik heb er nog 6 in mijn inventory. Ik heb hier al 1 metal ingot, dus... Kunnen maar we goed, die, mensen, we hebben weer een heel avontuur beleefd in deze aflevering. We zijn op dat gekke, het gevaarlijke eiland geweest daar. Het gevaarlijke eiland. Wat niet helemaal goed afgelopen is, waar ik eerst jij doodging en ik vervolgens ook nog eens door een megalodon werd opgevreten.
ga jij eens heel gauw weg, Dillo. Ik zit mijn outro te doen. Hup. Op zout hier. Die nou even... Zo, even daar blijven. Dat gaat niet gebeuren. Oh, ik ben gespuugd. Ja, wie gaat er dan ook in het water? Ja, hallo. Zo, hij is dood. Goed. Opa, Mark. We hebben dus Nigel wel kunnen surviven, zeg maar. Die is weer hier. We hebben weer een beetje tools teruggebouwd. We hebben een forge neergezet. We hebben de smithy gebouwd, zodat we nu metal tools de eerstvolgende aflevering kunnen gaan maken. En dan kan de... Ja, ik denk dat het dan allemaal veel sneller gaat. En dat we veel sneller. Ja, we hebben dan veel sneller een mooier huisje. Met een schuur voor alle beesten. En dat is eigenlijk het doel wat we nog hebben. Eerst een grote schuur. Want onze Pteranodon die staat nu daar. Mocht ik die Dillo niet hebben gezien, dan werden ze alweer aangevallen. Dus ja, dat is niet maar fijn. We hebben Mark nog voor de Patera, dus komt goed. Dat is waar. Maar goed, mensen. Ik wil jullie weer allemaal bedanken voor het kijken naar deze episode. Vonden jullie het nou leuk? Doe even een like. En dan zien we jullie weer bij de volgende episode, mensen. Later. Doei.